Hallo allemaal, dit is vandaag het tweede journaal. Wij hebben weer een paar onderwerpen gekozen. Het eerste onderwerp is, Emse filiaal blijft voorlopig open. En de probleemwijk voorbij, jongeren preskaaf helpen elkaar. Ik begin met Intertus. Toch niet weer een iconische zaak die verdwijnt uit onze winkelstraten. Intertoys heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank Amsterdam. De landelijke speelgoedketen heeft meerdere filialen in Arnhem die voorlopig wel open blijven. Intertoys heeft surseance van betaling aangevraagd vanwege de hevige concurrentie van online webwinkels, zo meldt AD. Op basis van het uitgebreide analyseer komt Intertoys tot de conclusie dat een stevige herstructuring van de huidige organisatie nodig is. Volgens de directie zijn er voorlopig geen gevolgen voor de winkels en het personeel en blijven deuren van alle filialen in ons land gewoon open. Intertoys in Arnhem. In onze stad vinden we tegenwoordig nog 3 filialen van de speelgoedgigant. In het centrum in de Janstraat, in winkelcentrum Kronenburg en Prinskaaf. Verkocht door Blokker. Intertoys werd eind 2017 door Blokker verkocht en de Britse investeerder Alteri. Kort daarvoor maakte Blokker nog bekend dat de andere speelgoedformules Bart Smit en Toys XL verder zouden gaan als Intertoys. En nu de probleemwijk voorbij. Jongeren preskaaf helpen elkaar. Het beste uit jezelf halen en voorkomen dat je later afgeleid. Dat is de gedachte achter Preskaaf University. Een nieuwe jongerenproject in de Arnhemse wijk, Preskaaf. Kinderen krijgen gratis huiswerkbegeleiding en sportlessen van oudere jongeren uit de wijk. Gezellig. De lokale universiteit is gehuisvest in vervallen buurtcentrum. Onder een golfplaten, dak en felle TL-buizen staan een paar oude schooltafels en stoelen kriskras in de gezellige ruimte. 50 kinderen zitten in groepjes aan tafel. Ze tellen op hun vingers, schrijven in hun schrift of kletsen met de buurvrouw. Af en toe gaat er één vinger in de lucht. Juf! Groei. Het project bestaat nog maar 3 maanden, maar groeit nu al het buurthuis uit. De club bestaat inmiddels uit zo'n 50 kinderen en 48 vrijwillige jongere begeleiders. Dagelijks komen er nieuwe kinderen bij. Toch is het onzeker of het project overeind blijft. Deze maand loopt de eerste subsidie van de gemeente af. Of ze volgend jaar subsidie krijgen van het Rijk of de gemeente, is nog de vraag. Terwijl het zo belangrijk is, zegt El Melki, als je iets wilt doen aan gelijke kansen en preventie, dan moet je vroeg beginnen. Dit is de nieuwe generatie. Als samenleving moeten wij ze stimuleren de goede kant op te gaan. Dit is het moment. Dit is de toekomst van Preskaaf. Mijn collega Youssef gaat zo een paar... Allemaal, ik ben Youssef. Ik ben in een interview. Vandaag ga ik 2 mensen interviewen. Hoe heet jij? Ik ben Ilias Joubert. Ik ben Nasser Jani. Wat doen jullie allemaal voor de wijk? Wat ik voor de wijk Preskaaf doe is, ik ben vrijwilliger bij Jongerencentrum Push. En ik geef huiswerkbegeleiding bij Preskaaf University. Ik woon in Arnhem-Zuid, dus ik heb niet echt veel te doen hier. Maar ik geef ook huiswerkbegeleiding. Vind je Preskaaf University leuk en waarom? Ik vind Preskaaf University heel erg leuk. Er komen veel leuke kinderen. En de kinderen zijn heel enthousiast. En daar word ik erg blij van. Ik sluit me aan bij Ilias. Vroeger vond ik ook leuk om huiswerk te maken. En nu zijn we ook met een grote groep daar. Dus altijd gezellig. Nou, bedankt jullie dat jullie er waren. Dit was het eind van de interview.
En mijn collega Abdelhamid gaat zo het weer vertellen. Hallo, ik ben Abdelhamid van het kanaal Prinsenkaap Journaal. Vandaag is het 12 wordt het 12 graden. In de nacht gaat het regenen en de komende weken blijft het zo doorgaan. En hou rekening dat je met je paraplu buiten loopt, want het gaat de komende weken wel regenen. Dank dat jullie hebben gekeken naar dit Prinsenkaap Journaal. Blijf ons volgen en abonneer alsjeblieft. Tot snel.